Wie Brugge zegt, denkt meteen aan de Grote Markt met zijn historische gevels en het Belfort. We zouden Brugge tekort doen als we alleen maar vertelden over het roemrijke verleden. Deze bruisende hoofdstad van West-Vlaanderen staat nog voor zoveel meer. Brugge is een monumentale stad, een historische stad, een zeer aantrekkelijke stad met zo'n 4 miljoen toeristen. Het is een drukke stad ook. Het is toch een agglomeratie van 250.000 mensen. Een middeleeuws stratenpatroon, vandaar moeten we werken aan de mobiliteit. En dat valt eigenlijk mee voor zo'n druk gesolliciteerde stad. Maar het is ook een stad met beide voeten in de 21ste eeuw. Het is een stad van deze tijd. En we merken dat ook aan hedendaagse kunst. We zijn natuurlijk bekend voor de Vlaamse primitieven. Maar we investeren ook sterk in actuele kunst, in moderne architectuur. Kijk naar het Concertgebouw. Vorig jaar 182.000 bezoekers. Bestaat net 10 jaar. Dus een stad met vele gezichten. Maar liefst 6.000 hogeschoolstudenten kiezen voor de derde grootste stad van Vlaanderen om er een diploma te behalen. Dit aantal stijgt elk jaar met 5%. De drie Brugse hogescholen samen bieden een complete waaier aan studierichtingen. Met amper 5,47% werkloosheid scoort Brugge veel beter dan het Vlaamse gemiddelde. De roep vanuit het bedrijfsleven naar gemotiveerde en vakbekwame werkkrachten is gigantisch. De krapte op de arbeidsmarkt in de Brugse regio is uiteraard positief. Maar naar de sector toe, de metaalsector, denk ik dat wij moeten werken aan ons imago. De sectorverantwoordelijken moeten hier inspanningen doen en samen met de bedrijven en moeten tonen wat we in onze mars hebben. Er lopen initiatieven, ik denk aan TOFAM met de boutique techniek. De bedrijven kunnen met open deurdagen, open bedrijvendagen, bedrijfsbezoeken en dergelijke meer die zaken ondersteunen. En op die manier hopen we dat wij een grotere instroom krijgen naar het technisch onderwijs toe. Als u aanschuift in een van de vele Brugse restaurants, loopt u grote kans dat een oud-leerling van Hotel- en Toerismeschool Spermali of Voedingsschool Ter Groene Poorten u stijlvol bedient of in de keuken achter de potten staat. Ook de VDAB speelt een belangrijke rol in het klaarstomen van de juiste arbeidsprofielen. Zo beschikt ze te Zeebrugge over unieke 360-graden simulatoren om toekomstige zeelui op te leiden voor zowel bagger- als visserijschepen. In de volgende reportages gaan we langs bij twee bekende onderwijsinstellingen die onmisbaar zijn voor de Brugse arbeidsmarkt. HoWest, met zijn uniek opleiding en onderzoeksaanbod, anticipeert op toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het project Beweeghal van de toekomst van de opleiding Sport en Bewegen. Onze HoWest-studenten worden opgeleid tot new young professionals die direct inzetbaar zijn in de maatschappij en het economisch weefsel. Blozo en HoWest investeren samen in Beweeghal van de toekomst. Met zijn architectuur en zijn vernieuwende inrichting moeten we HAL uitnodigen tot bewegen. Hiervoor werken we ook samen met studenten en bedrijven. Bedrijven kunnen een nieuw toestel, een nieuw game testen in onze HAL en onze studenten kunnen deze evalueren. In het kader van dit project zijn we nog op zoek naar architectenbureaus die samen met ons bereid zijn dit mooie project tot een goed einde te brengen. Van den Broel Uitgeverij heeft gevraagd aan de opleiding Netwerk Economie om een conversation headshot te stellen. Hiervoor hebben wij de Conversation Company van Steven van Bellegem gebruikt, die heel gedetailleerd stap per stap te werk gaat. Momenteel hebben wij de eerste stap afgewerkt en dat is de interne analyse van den Broel Uitgeverij. Als student Netwerk Economie zijn projecten zeer interessant, omdat wij dan rechtstreeks in contact staan met bedrijven. En omdat werkplek leren voor ons een zeer mooie kans is. De opleidingen situeren zich op drie niveaus. We hebben de theoretisch-technische opleidingen, die bedoeld zijn om verder te studeren en dus een master- of een bacheloropleiding aan te vatten. We hebben de praktisch-technische opleidingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt, maar waarvan dat je nog altijd de mogelijkheid hebt om een bacheloropleiding aan te vatten en dan uiteraard de beroepsopleidingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Er zijn eenmaal leerlingen die 12 jaar zijn en al heel duidelijk een interesse hebben voor techniek. In het basisonderwijs komt dat nauwelijks aan bod. En het is dus goed dat ze, als ze een overstap doen naar het secundair, dat ze meteen dat talent kunnen gaan ontwikkelen. Een vaardigheid leer je ook niet in 1, 2, 3. Je hebt daar dus ook je tijd voor nodig. En leerlingen die een technische knobbel hebben en daarnaast ook wiskunde willen volgen, kunnen zeker terecht in een theoretisch-technische richting. Want daar is grote vraag naar, ook om verder te studeren of universiteit te volgen. Een vraag die komt vanuit de industrie. In het theaterhuis komen vooral jongeren terecht die iets meer naar de praktijk gericht zijn. Omdat we maar 2 dagen school meer hebben en omdat ze daarnaast 3 dagen gaan werken. Jongeren in het theaterhuis zijn jongeren die er ook voor kiezen om al in de praktijk te gaan staan en 3 dagen in de week de werkvloer op te zoeken. Binnen het CVO VTI Brugge, specifiek voor het volwassenenonderwijs, kan je terecht voor verschillende opleidingen. Laten we deze opleidingen nader toelichten. De eerste opleiding dat je bij ons kan volgen is een specifieke lerarenopleiding. Ten tweede, verschillende opleidingen binnen de verzorgende sector. Ten derde, een uitgebreid gamma van technische opleidingen. En ten laatste, hoger beroepsopleiding. Het LTI is een relatief kleine school van een 300-tal leerlingen. Dit biedt als voordeel dat wij eigenlijk heel individueel met de leerlingen kunnen bezig zijn. Wij bieden in de eerste graad zowel de A- als de B-stroom aan, met al heel wat specialisatie naar land- en tuinbouwvakken. In de tweede graad bieden wij plant-, dier- en milieu- en biotechnische wetenschappen aan. En dan in de derde graad bieden wij planttechnische, diertechnische en natuurtechnische wetenschappen aan. En ook de biotechnische wetenschappen. En dan een 7e specialisatiejaar tuinaanleg. Een bijkomend voordeel voor de opleiding van het VTI is dat ze voorbereiden op knelpuntberoepen. Heel veel van onze studierichtingen sluiten zeer nauw aan bij de arbeidsmarkt en werkzekerheid is dus gegarandeerd. Werkplek leren is ontstaan uit de samenwerking van IGWATEU samen met VTI Brugge. Werkplek leren houdt in dat we 2 uur theorie geven in de Henri Watteeuw Academie, waar dat achteraf 2 uur praktijktoepassingen gegeven wordt in de werkplaats samen met een begeleider van IGWATEUW. Als een van de Vlaamse centrumsteden scoort Brugge op talrijke vlakken bijzonder sterk. Wij zijn geografisch zeer goed gelegen. Wij liggen eigenlijk in het middelpunt tussen Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Frankrijk. Op een uurtje rijden van Brussel, die toch een Europese hoofdstad is. Dus dat is toch een zeer grote troef. Te bereiken via het wegennetwerk, maar ook via de haven. Via de luchthaven Oostende kunt u per vliegtuig ook komen. Daarnaast is Brugge een merk. Wij zijn als stad zeer goed bekend in het buitenland, tot Amerika en China, Japan. En we hebben ook een goed ondernemersklimaat. We hebben veel verenigingen van ondernemers zoals FOCA, Unizo, die ervoor zorgen dat er veel samenkomsten zijn tussen de ondernemers. Een van de Brugse aantrekkingspolen is uiteraard het Boudewijn Sea Park. Het unieke pretpark met zijn dolfijnen verschaft ook een eerste werkervaring aan talrijke jobstudenten. Maar het is zo dat inderdaad de studenten bij ons en ook zoals in andere parken heel belangrijk zijn om dus de piekperiodes juli en augustus op te vangen. En voor ons betekent dat concreet ongeveer een 84 studenten in juli en hetzelfde aantal in augustus die via een interimbureau, vooral voor de catering, omdat dat de nodige flexibiliteit geeft, worden aangetrokken en dan worden er ook nog gedurende de vakantieperiode en eigenlijk het ganse seizoen ongeveer een 65-tal studenten rechtstreeks door ons te werk gesteld. Toeristen houden helemaal niet van leegstaande winkelvitrines. Een boodschap die ze in Brugge maar al te goed begrijpen. Door allerlei gerichte acties in de winkelstraten slaagde het stadsbestuur erin om leegstand terug te dringen tot 3,8%. De laagste cijfers van West-Vlaanderen. Daar investeren wij bijzonder sterk in met een premie voor de herinrichting van winkels. En we hebben ook een zeer gedurfd, avant-garde project eigenlijk, Quartier Bricolé. Dat is een straat die het wat moeilijk had met wat leegstand. En daar hebben wij een project gesteund waarin heel creatieve jonge mensen die leegstaande
uitstelramen mochten opvullen met hun creaties. Ze hebben dan ook nog een pand gekregen om hun zaken te verkopen. En bij wijze van steun bij de start is dat een zeer goed project gebleken. Het aantal bedrijven in Brugge dat uitmunt in innovatie valt niet te onderschatten. We gaan bij enkele van deze dynamische ondernemingen langs. We zijn Genencore International en sinds 2011 zijn we een onderdeel van DuPont. We zijn gelegen in Brugge en zijn daar beter bekend als de gistfabriek. We hebben dan ook decennia lang bakkersgist en alcohol gemaakt. Sinds 1970 echter maken wij hoogwaardige technologische producten, namelijk enzymen. Deze technologie is echt uniek in België. Het bedrijf DuPont, waar we nu een deel van zijn, is echter een bedrijf met een zeer sterke strategische visie. Ze zijn strategisch belangrijk bezig met maatschappelijke megatrends, creëren van voldoende en duurzame voeding en energie, naast het beschermen van mens en natuur. Duurzaamheid zit ook in de producten die wij maken, want heel wat van onze enzymen hebben een positieve milieu-impact. Zo produceren wij onder andere enzymen die de voedselconversie bij dieren sterk verbetert. Hierdoor kunnen we met minder voeder meer vlees verkrijgen. Andere enzymen die dan weer toegevoegd worden aan wassermiddelen bijvoorbeeld, zorgen ervoor dat het kledij bij lage temperatuur kan gewassen worden. Hierdoor kan de consument veel energie besparen. Als productiemedewerkers bevorderen we duurzaamheid via initiatieven rond water- en energiebesparing. Veiligheid en milieu zijn belangrijk voor ons. We werken ook nauw samen met de buurt en de omgeving. Dit is zeer belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. Als wereldwijde nummer 1 in spoorwegtechnologie bouwt en ontwikkelt Bombardier Transportation duurzame transportoplossingen. Bij alle afgewerkte voertuigen die de fabriekspoorten uitbollen, staan comfort, innovatie en het milieu centraal. Bombardier Transportation in Brugge is een van de meest gediversifieerde vestigingen van Bombardier. Wij ontwikkelen en bouwen hier in deze site treinen, trams en metro's voor klanten zowel in binnen- als in het buitenland. Daarnaast zijn wij ook actief in het onderhoud, de renovatie en crash repair van bestaande vloot. En wij beschikken tevens over specifieke